Steven, ik zie het aan je gezicht. De teleurstelling druipt er logischerwijs helemaal vanaf. Ja, ik denk dat we vandaag op zich 90% van de wedstrijd misschien wel de betere waren. Ook, we hebben denk ik 2 kansen tegengekregen. En je ziet, hun maken ze wel af en wij maken ze niet af. En dan is het extra zuur dat je weer met een nederlaag van het veld afstapt. Eigenlijk een beetje een kopie van vorige week, hè? Ja, het is, de laatste tijd valt het allemaal een beetje de verkeerde kant op. En ik hoop dat het allemaal snel omdraait. Want niemand wordt er blij van als we elke week blijven verliezen. Als je naar jouw spel kijkt, het is ook voor de tweede week op rij in ieder geval al uitstekend. Ja, uitstekend. Er kan nog heel veel beter. Maar ik dacht dat ik op zich wel qua duels wel lekker erin zat. Er kunnen natuurlijk altijd dingen beter. Maar ik denk dat ik het wel oké heb gedaan. Hebben jullie wel zoiets van, oké, we verliezen deze wedstrijd dan wel weer, net als tegen Den Haag. Maar ja, ons spel is gewoon goed. 90% zeg jij al beter. Dat je daar nog iets positiefs uit kan putten? Ja, ik denk dat je sowieso niet alleen maar negatief moet zijn. Want uiteindelijk moeten we ook door en moeten we ook de positieve dingen van deze wedstrijd omzetten in resultaat. Maar ja, nu is het even de teleurstelling die overheerst. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat we ook kijken naar de dingen die we goed doen. Want die doen we ook zeker. Want we krijgen niet voor niks zoveel kansen. Maar ja, ze gaan er helaas niet in. Wat jij heel veel wint zijn kopduels. Had je dat zelf in de gaten? Jawel, jawel. Ik kan wel een aardig kopduel winnen. Maar die Seuntjes van hun is ook geen kleine jongen. Dus moet je ook wel inklimmen, anders dan win je hem niet. Ja, Jack, je speelt eigenlijk 2 keer een goede wedstrijd. Vandaag ook weer en 2 keer 0 punten. Wat zeg je dan als je de kleedkamer binnenkomt? Nou, dat we doelpunten moeten maken om wedstrijden te winnen. En dat hebben we vorige week nagelaten. En dat hebben we vandaag eigenlijk weer nagelaten. En als je dat niet kan doen, dan wordt het heel lastig om wedstrijden te winnen. Want eigenlijk ging wat dat betreft daarnaast niets fout, hè? Eigenlijk kon je tevreden zijn. Ja, gek genoeg wel inderdaad. Alleen de tegengoal die natuurlijk te vroeg valt en niet mag gebeuren. Maar ja, voor de rest heb ik van NAC verder in ieder geval niks gezien wat ons echt aan het bibberen bracht. En dat is in de tweede helft eigenlijk ook zo geweest. Hè? We hadden eigenlijk nog meer opportunisme verwacht van NAC en wat meer strijd en het publiek er meer achter. Maar ja, ik vond het een hele gezapige middag. En doordat wij dus onze kansen niet benutten, en dan heb ik het met name over de tweede helft natuurlijk, waarin we toch wel 3 goede kansen hebben gehad, hè, met Sebastiaan meteen. Ja, ik denk Seintje die daar de 16 in komt, die de bal breed legt, dat moet een goal opleveren. En de laatste bal van Nicolai die voorzet. Ja, als je scoort dan ga je hier winnen. En daar ben ik echt van overtuigd, maar ja, dat moet je wel doen. En het is wel een beetje frustrerend dat je natuurlijk elke week met hetzelfde verhaal staat. Hè, want, nou, dat is natuurlijk al een aantal weken aan de gang en ja, dat moet echt een keer omkeren. Ik zag jou op een gegeven moment in de dugout zitten. Ik denk, die wordt er echt moedeloos van. Nou, moedeloos. Kijk, de kans van Nicolai in de 86e minuut, als die er niet in gaat en je ziet dat Olij op het verkeerde been staat en je hoopt dat die bal erin valt. Ja, dan doet dat even pijn. En kijk, weet je, ik heb wel gezegd, en misschien geef ik het slechte voorbeeld. Nou, bij mij start het wel tegen mijn borst dat we in de 88e minuut een bal teruggooien waar het 2-0 uitvalt. Weet je, NAC was al een geruime tijd aan de tijd trekken. En ja, dat dan Malone of wie was het op het middenveld zich aanstelt en blijft liggen, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Dan ga ik niet die bal meer teruggooien. Dan ga ik hier nog even oorlog maken en zorgen dat het gif in de staart blijft. Ja, nu komt uit die ingooi de 0-2, of de 2-0. En dan is die wedstrijd over. Dus dat begrijp ik niet zo goed. Volgende week moet het toch gaan gebeuren? Ja, nee, we hebben vrijdag, Jong PSV thuis. Hè? Dus het moet altijd gebeuren. Het is niet zo dat wij wedstrijden spelen. En dat is vandaag ook. En kijk, weet je, ik heb het vrij rustig gezegd in de kleedkamer. Ja, je zal je kansen moeten gaan maken om dit soort wedstrijden te winnen. Je zal dodelijk effectief moeten zijn. Gisteren Fortuna Sittard gezien bij Groningen. Ja, die krijgen een kans en die maken een goal. En die gooien de wedstrijd op slot. En ik kan onze verdedigers vandaag niet verwijten dat ze een gatenkaas van gemaakt hebben. Het stond prima. We hebben goed verdedigd. We hebben hoog druk gezet. We hebben ballen veroverd. Alleen we zijn in de eindfase op dit moment niet goed genoeg. En om wedstrijd te winnen moet je doelpunten maken.